Ja, en als nou verkiezingen heel veel op zouden lossen, maar ik heb niet het idee dat als je naar de peilingen kijkt, dat je dan een heel ander speelveld krijgt bijvoorbeeld. Nee, de poppetjes blijven hetzelfde. Dan zie je een VVD onder Mark Rutte die hoog in de peilingen, bijna op 40 zetels staat op dit moment. Dus die profiteert. D66 en CDA hebben geen zin in verkiezingen. Die kunnen alleen maar schade oplopen. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. En Hamer zei ook nog vandaag, nou jongens, als ik verkiezingen had willen uitschrijven, had ik dat vandaag wel kunnen aanbevelen aan de Tweede Kamer. Dat doe ik niet. Ik geloof dat er misschien nog een mogelijkheid is om dat vertrouwen tussen die partijen te herstellen. Kijk. Ze heeft nog een sprankje hoop. Hoe lang zijn we hier dan niet mee bezig, Sofie? Als het nu nog steeds niet hersteld is na 5-6 maanden. Hoe lang nog? Maar goed. Ja, ik hoop dat ik voor kerst misschien zou het lukken. Ik vind het. En als je kijkt wat Johan Remke schreef in zo'n rapport over de staatshervorming, die zegt ook van ja, een minderheidskabinet zonder steun, dat betekent dat je bij het eerstvolgende debat met een motie van wantrouwen naar huis gestuurd kunt worden. Dat heeft geen zin. Nee.